Holy shit, en je gaat boete van helemaal vol. Tijd om naar huis te gaan. Het is 2 uur. Hopen dat we niet gepakt worden door de avondklok. Dames en heren, welkom bij de vlog van YouTube Vero Games. Ja toch. Welkom guys, we zijn onderweg naar Eindhoven. We gaan een interview opnemen. Jullie zien het achter de schermen. Zijn we echt hard aan het werk. Het is niet zoals het lijkt op de streams. Doneren zeggen en donaties ontvangen. Maar ook keihard ervoor werken, of niet Fato? Ja man, hier zit flitspaal, ik moet rustig rijden anders. Ook traject hebben we. Boys, jullie zien het, we zijn onderweg. Die camera draait is een beetje moeilijk, ik moet nog eraan wennen. Het zijn onze eerste minuten ermee. Trajectcontrole is een moeder, maar Fato is geit. Hij rijdt op 80 weg, maar liefst 77, holy shit. En je gaat boete van hem vol. Ik verdien nog niet genoeg met de vlog. Maar mohin boys, ik spreek jullie later. Het was een beetje gezellig met jullie. Doe een SO naar je moeder, laat hem meekijken of ik nuk je moeder, yo. Nou jongens, de outfit van de day. Bonchette en Nike, je weet toch. Nou, ik ga jullie even mee. Kamer laten zien. Dit is mijn kamer. En hier een grote bed. Daar mijn ledstrips. Bullshit. Ik weet niet wat er allemaal zit. En mijn gruwelijke setup. Kijk, hier zie je een hele mooie scherm van Logitech. De rest weet ik niet. Hier heb je mijn 2 waterflesjes. Hier heb je een mooie lader. Mijn gare controller. Boys, ik heb wel nieuw nodig, man. Beetje sponsoren, man, boys. Kom op, man. Ja, dat is voor die camera, voor die ledlamp. Mijn linkerscherm uit, even kijken, jaren 80. Logitech camera. Een hele mooie PC met mooie kleurtjes. Mijn cable management, niet op led, je weet, dat zijn normale dingen hier zo. En kijk eens aan, dit is mijn prachtige scherm, jongens, van Alienware, you know, 240 Hz. Een telefoonhoudertje. Cable management, Ola, ik weet dat dit is, maar ja, toch? Dat maakt niet uit. En cable management, kijk jongens, echt prachtig. Ja, dat is het een beetje. Ja, later weer achter mijn kast, allemaal kleding, et cetera. Kijk, en dan zijn we weer. Voelt wel raar, man, met zo'n camera in mijn handen, man. Dat we even aan wennen. Maar jongens, welkom bij een hele nieuwe vlog. Volgens mij heb je hier nog beeld achter of voor. Ik weet niet meer, even checken, je weet toch? Maar je weet toch, welkom bij een nieuwe vlog. Dat was het. Setup tour, ik ga zo naar mijn neefje, dat zien we straks. Yo! Nou, we zijn allemaal mooi, boys. Even kijken. Nu weer onderweg naar huis, man, boys. Dat is even chilling met mijn neefje, maar dat was het ook een beetje. Nu gaat Furkan live, ik moet helaas meedoen. Als ik lang heb gechilled, maar helaas. Het is een beetje donker, dat maakt je maar niet uit. Nou, jongens, zoals jullie zien, mijn auto aan het rijden. We rijden richting Furkan, we gaan even naar Furkan toe. Dus even die camera draaien. Ik weet niet hoe ik die camera moet draaien. Zo, je weet toch? Zo, denk ik. Je weet toch? We draaien even die camera om. Maar Ola, ik weet hoe je moet filmen. Zo, ik voel me zo oncomfortabel, you know. Maar maakt niet uit. We gaan dus naar Furkan toe. En ja, zoals jullie horen, mooi geluid in de auto. Dus ja, dat is alles wat ik wil zeggen. Jullie zien het zo. Hey, Furkan JT. Hey, dames en heren. Ik ga even een tutorial doen voor jullie. Hoe je nou eigenlijk een shakkopje maakt. Kijk, deze is in dit geval verbrand. Ik zit mijn buik in te houden, daarom praat ik wat moeilijker, want mijn adem raakt op. Ik voel alleen je hoofd aan je bovenkant. Oh, voilà. Ja. Oh, nou. Kijk, je hebt hier het kopje tabak. Deze heb je hier een schaal voor. Kijk, bang, bang, bang. Daarvoor. Kijk, zo regelen we dat. Even klein knippen. Maar als het groot is, die tabak verbrandt, dan verbrandt een groot stuk. Maar als je klein voor klein doet, dan verbrandt 1 voor 1. Gaat hij dus langer mee. Snap je dat? Ja, zeker weten. Kijk, je pakt de tabak op deze manier in je hand. En dan prop je eigenlijk alles erin. Ja, kijk, er zijn ook van die shisha homo's die alles in 3,5 uur doen. Maar dat is allemaal nodig, jongen. Ik rook hiermee ook makkelijk een uur. Snap je dat, jongens? Gewoon doen. Nou, jongens, jullie horen het. Van de meeste shisha roken. Nou, hij is nog niet af, moet ik zeggen. Er moet wel nog wat bij. Nou, wat belangrijk is, is dat de randjes ook goed vol zijn, dames en heren. Kijk, dat doe je op deze manier. Oh, ik ben helemaal buiten adem, jongens. Maar dat komt door de trap. Ik ben net boven. Nou. Kijk, dit noem je officieel gezien een goede kopje wat je in de lounge krijgt. Wil je dus ooit shisha roken, koop je tabak, 3 kolen, oor op douwen en lekker roken. Top! Nou jongens, jullie wouden ook heel graag voor kan zijn setup even zien. Ook al heeft hij hem laten zien, maar maakt niet uit, ik heb mijn setup ook laten zien. Dus jongens, kijk hier een mooi prachtige scherm. Hier een hele mooie shisha van 60 euro of zo, ik weet niet. Hey, hola, mijn broer, gratis. Hier zijn mooie Logitech camera die hij genakt heeft. Ola, mij genakt, wat deze Predator scherm heeft hij van mij genakt. Ziek er niet aan mij. Deze toetsenbord heeft hij gekregen. Echt een zeg het beter dan ook eentje aan jou. Je hebt
Deze muis heeft hij gekregen. Deze muis, wat heeft hij gekregen? Deze headset heeft hij gekocht omdat die andere gesloopt had. Dit is een nieuwe controller die hij ook vorige keer gesloopt had. En ja, hier zijn bepaalde kabeltjes. Hier heb je een mooi raampje omdat het verrookt en dus vaak open moet. Laat aan hun zien met welke biemak jullie dat. Kijk jongens, jullie vroegen je dat altijd af toch? Kijk, loop even mee. Weet je zeker? Ja. Anders knipt hij eruit. Kijk, dames en heren, vroeger zat mijn setup dus hier. Ja. En kreeg ruzie met mijn buurman voor de OG, kijk, die weten dat. Mm-hmm. Kijk, en toen had ik dus mijn raam open, waardoor het geluid naar buiten ging. En kijk, zoals niet heel goed filmen, want die vrouw staat daar. Mm-hmm. Maar daar was die man dus waar ik mee ruzie had. Waardoor ik dus eigenlijk een probleem had, want de mensen dachten dus, met wie voel ik dan ruzie? Dat is dus het verhaal erachter, wou ik even delen met jullie. Heb jij die foto's mogelijk gefilmd? Moet je wel opletten. Ja, top. Toppie. Nou, was dat het? Ja, dat was mijn hele verhaal. Omdat je te veel praat, ga je ook op de vlog. Zeg maar, wat wil je zeggen? Jij zei letterlijk met deze woorden, ik k***erlijers van jullie k***vlog, die kun je toch niet doen. Dit wordt allemaal gebleept, maakt niet uit. Dit wordt allemaal gebleept. Ja, maar luister, hij zegt tegen mij, ik kom donderdag met Volkan. Ik dacht, chill, ja, is goed. Hé, hey, broer, zie mijn buik, weet je. Wallen laat die hond hele dag niks meer van zich weten, toch? Bro, chill dat je er was. Ja, maar ik kom zaterdag met Voorkant. Waarom moet je met Voorkant komen? Voorkant is toch niet jouw lijntjeshond ofzo? Jij kan ook gewoon zelf komen. Hoor je dat? Hé, hey, dikke kutbos niet. Je moet gewoon je bek houden. Je praat te veel. Bro, jij bent dikker dan mij. Wat zeg je? Dikker dan ik. Dikker dan ik. Hey, dikker dan in mij? En ook al keer, ga jij mij nu herstellen? Laat maar, ik ga niks zeggen. Laat maar. Ik wou eigenlijk wat zeggen, maar ik ga niks zeggen, weet je? Uit jezelf. Laten jouw vlog als ik dat zeg. Je mag alles zeggen, alles wordt gebliept wat erg is. Broer, oké. Jij gaat mij nu corrigeren met Nederlandse taal. Maar ik heb niet eens een diploma. En de rest mag jij even. Komt. Dames en heren, de blonde meneer die jullie hier zien, is een ex-politieagent. Waar ook vast is het helemaal. Dit is een ex-politieagent zoals jullie hier kunnen zien, dames en heren. Vandaar die lelijke kop van hem. Ik doe verlichting aan voor jullie. Kijk eens. Mijn naam is... Hij is vandaag wel strak aan pakken. Hun denken dat ik Dino heet, maar ja, ik heet helemaal geen Dino. Hij heeft drie pakken. Hoe heet je dan? Ik heet eigenlijk Albert Jan Heijnen. Deze man. Ik ben helemaal geen bosheer, ik ben eigenlijk Nederlander. En eigenlijk... Oh, nee, nou, miljonair. Oh. Ben je een miljonair? Nee, dat niet. Oh. Ja, dan kennen we jou niet. Hé, hey, Dino, promoot je zaak. Zeg die naam. Ga weg, jongen. Jullie gaan mij nakken, man. Bro, ik weet jouw adres in mijn hoofd. En dan aan het eind. Wacht even. Nou, dat is genoeg beeldmateriaal. Hij is verpest. Nou, jongens, zoals jullie zien, Voorkans dagelijkse routine. Hij gaat live met de shisha. En that's it. Wil je nog wat toevoegen? Jongens, abonneer op mij als je niet wil missen. Interviews komen ook op mijn kanaal, dus check het, man. Ja, toch. Nou, jongens, we gaan even chillen. Dus we rijden richting plekken waar we lekker gaan chillen. Voorkan heet hier voor mijn neus. En ja. Het is wel een beetje laat. Het is 22 of 23, 33, maar dat maakt niet uit. We gaan even lekker naar buiten. Dus ja, jullie zien het zo. Nou jongens, we hebben eten besteld. En voor KJT, oh hij moet scherp stellen. Wacht. Ja, hij is scherp. Moet je mijn buik niet filmen, maat? Nee, oef. Ja jongens, verschil moet er zijn, hè. Hé, dik zak? Zeker, maat. Wallah, je eet zo lekker. Ik heb ook zin gekregen. Pak maar. Nee, man. Ik pas. Een bokje. Lekker. Boys, dit is dus hoe we chillen met Fato. Echt super leuk, altijd gezellig met hem. Hierdoor wil ik elke dag met hem chillen, want als je met Fato bent, wordt het alleen maar gezelliger. Zoals jullie kunnen zien. Het is helemaal ingezoomd in jouw hoofd. Wallah. Wallah. Jongens, dit stukje wordt eruit geknipt. Dat was per ongeluk op beeld genomen. Uitzoomen, mongool. Hoe dan? Deze kant. Andere kant. Zo. Nog meer? Schajama. Andere kant op. Gaan we nog automatiseren. Pak het. Dit is dus als we met Voorkan chillen in kantoor. They call me Don Pablo Escobar. Voorkan is zo saai. Voorkan is zo saai. Altijd zo serie. Ik heb net die telly weg en pak gelijk camera op video te maken. Jij bent echt saai. Waarom ben je zo saai? Waar is de camera met je phone? Hè? Waar is de microfoon van camera? Is niet nodig. Wallah. Bij zulke dingen. Because your voice is so hard, they already heard it, you know. Wil je nog wat zeggen? Like a f***er. Dan wordt gebliept. Wallah, besef mijn water. Huh? Besef mijn water. Frotto? Ja man, net zo frot als jij, zie je? Blur die sok.
Ja, broer. Is gewoon zo vies. Nou, het is weer tijd om naar huis te gaan. Het is 2:00. Hopen dat we niet gepakt worden door de avondklok. Dus ja. Nou, Furkan gaat er al vandoor. Hij wacht niet op mij. Hij is ook zo thuis, maar ik niet. Dus ja, ik laat jullie zo weten of ik thuis ben zonder een boete. Yo! We zijn onderweg naar Emmen, jongens. Het is weer fucking 150 kilometer. Hij moet alleen even goed laten zien, godverdomme. Het is 70 weg, maar Vato rijdt weg 62, godverdomme. Ik ben helemaal klaar met jou, Vato. Oh, het is te donker, man. Boys, jullie zien het. Frisse hoofden. Moet je goede klappen geven, man. Ik kan... Ik ga f***ing zacht dat hoertje. Dik zak. Maar boys, zoals jullie zien, moeten we 150 kilometer maken. En dat is verdomd veel benzine voor Vato. Als jullie deze video liken en commenten, kan hij aanvoelen worden. En misschien nog dat geld terugverdienen door deze vlog. Zou jullie enorm waarderen als jullie dat doen, of niet, Vato? King geld, man, jongens. Dus, maar jullie hoeven niet op Vato te abonneren. Dat kan gewoon op mijzelf voldoende, man. Mijn tag is hieronder. Je weet toch wat aan. Ik ga jou niet in de beschrijving zetten, man. Ik ga gelijk deze stukje verder. Nou, Dino. Ik moet mijn tas op mijn werk zetten. Alsjeblieft. Bro, dit tas. Oh. Ja, maar dit zijn vlogs die je niet op YouTube gaat gooien, hè, bro. Waarom? Ik wil toch niet op YouTube? Dit is voor jou? Dit is voor jou. Van jou? Ja, doe hem lekker aan, zou ik zeggen. Die hier aan hebt staan. Waar is die stek dan? Hè? Ik dacht dat ik nog een stek van jou zou krijgen. Stek? Wat is dat? Dankjewel, bro. Boys, besef, Dino is niet eens jarig. Wauw. Wauw, man. Hier heb ik 2 pakketjes voor jou. Oh, ja, maar hij is rijker. Winkelstraat, man. Hij is rijker, man. Niet. Maar waar heb ik dat te danken dan? Gewoon zomaar. Ja, kusje, gewoon zomaar. Hai. Omdat je zemmel bent, dacht ik, geef je op deze manier wel kusje. Barça. Ja, dit zei ja. Je moest hem Real geven, nee. Broer, als je Real had gedaan, broer, had ik hem niet aangenomen. Wallah had ik hem niet aangenomen. Wat zeg je nou? Hé, hey, jongens, allemaal Real Madrid in de comments. Even kijken, winkels zijn. Dit moet een dure zijn, hè? Nee. Ja, maar ik wil dat je hem wel gaat sokken zo. Waarom dan? Ja, kijk wat hij voor jou heeft gekocht. Ik heb wel geopend om te checken wat hij mezelf hadden vindt. Ja, man. Gewoon die squad en zo. Ja, man. Van Emre, pa. King Django. Nee, joh. Hart, man. Dankjewel, man. Hebben we nog een boodschap voor Kees Django? Kees Django. Wordt toch gebliept. Kun je kopen, broer. Voor mij, bij mij. Kun je bij mij kopen. Van Furkan. Hij gaat straks handtekening zetten. Dubbel waard. Hebben we nog een boodschap? Daar. Naar Volkan. Volkan. Hey, Furkan. Ik heb honger, hè? Ik ook, man, Dino trouwens. Broer, wij zijn 150 kilometer gaan reizen, man. Hey, weet je wat een goede deal is? Wij krijgen die koelkast gratis. Wallah, mee krijgen. Furkan. Heb je de koelkast meegenomen? Nee, man. Jij bent echt een koel. Hij geeft ook nog een regeer, hè? Ik vind dat hij die koelkast wel even moet geven. Deze ga ik dan meenemen als die klein niet meer heeft. Wacht, wat wil je eten dan? Een los politieagent voor de zekerheid? Denk ik niet, man. Dat zal allemaal drinken. Geef eens mijn pet weer, man. Daar achter je. Geef eens die pet aan, hè? En mijn pet is. Die moet je opdoen, hè? Doe eens op, ik wil kijken hoe die staat. Hey, die moet je opdoen, hè? Voor die lessen, hè? Poisson! Abi Hayran. Oh, smooth boy. Yes, baby. Oh. Nou, jongens, wie heeft getrakteerd? Furkan. Ik heb broer. Alles op mij, Abaradas, je weet het. Nee, jongens, waarop Dino's de kosten, je weet het. Mensen gaan weer vragen, wat rook je? Appelmint. Wat is dat? Dubbele appel. Nee, wat is dat? Lekker. Mannensmaak. Mannentabak, jongens. Nou, jongens, kijk, iemand heeft al een frikandeltje. Ik heb broodje gezond. Oeh, ik had echt lekker, ik moet dat ook bestellen, broer, man. Volgens mij hebben ze jou nog gewoon niet eens meegenomen, hè? Ja, durf toch, een frita? Broer, dit is een frita. Zo dun? Ja, broer. Broer, is wel Furkan. Dunne jarrak. Hou je wel van, hè? Maar wel lang, baby. Zo klein. Hey Dino, wat ga je eten? Oh, ja, man. Oh mijn god, kijk die friet niet. Hé, hey, dit dikke moeder, ik zie hier al salade, laat. Oh, je hebt niet gezegd wat je erop wou. Je hebt gezegd. Ik heb gezegd, wallah. Dino, wat een slechte service, man. Broer, niet aan horen. Wat kan met de GoPro die voor je salade? Dit 3 keer gebruikt. Mag ik jou filmen? Hij biedt mij gewoon friet aan, maar jongens. Maar ik pas, ik hou het gewoon op broodje gezond. Normaal eet ik niet op deze tijd, maar ik heb echt honger, man. Die friet was van de grond gevallen, man. Oh, jammer, man. Hey Dino, heb je nog een boodschap? Gooi gewoon alles uit wat je wilt zeggen. Hebben jullie lekkere zus voor Dino? Laat hem maar connecten. Je weet toch, het is huidig. Oh. Wat vindt, je vrouw gaat hierop reageren. Vrouw, zij weet alles. Ja, dat jij een hele goede jongen bent. Ze weet dat ik goed ben. Je toch, was dit pet op heb? Nee. Je lijkt nu wel op een opa, man. Nee, jongen, jongen, Dino. Hey Dino, promoot je Insta. Dino Garazlic. En jij? Dino Jarachic. En nu echt Insta? JT Furkan, dames en heren, volg me of je dikke.
Als ik Furkan JT voor je fix, zou je mij 500 euro geven? Ik laat bro, ik hou hem gewoon op JT Furkan, is dat toch zo bekend? Jammer man. Laat mij ook eens promoten dan, bonchette.nl man. Nou jongens, kijk, ik pak de tas even erbij, kijk. Kijk hoe mooie tas, even serieus man, hij is als knapper dan Dino. Dus wil je bestellen, link in de beschrijving, bonchette. Bro, hij gaat hier naar zijn editor appen en gaat zeggen, haal een stukje eruit, bro, ik heb voor hem gedaan. Nee, zo ben ik niet. Hey Dino, eet smakelijk hè. Dankjewel. Hey Furkan. Ga jij dit een nieuwe... camera uit, want ik wil eten. Ja, Furkan. Hey Furkan. Wat is er? Eet smakelijk. Hey, dankjewel. Eet jij nu je dunner op of niet? Waar is mijn dunner? Hey man. Is het dunner? Mijn dikke moeder heeft... Hey Alper. Eet smakelijk man. Nou weer jongens, 3 minuten langer. Ja, zeker niet ervan. Nou jongens, het is tijd om te gaan. Maar ze hebben een discussie. Kijk, Furkan wil zo'n mooie koelkast voor zijn kantoor. Maar meneer Garazlic geeft hem niet. Wanneer gaat de zon op? Weet je wat je met de honderd mensen moet doen? Laat de buk en neukje. Voor hoeveel euro geef je die Red Bull kast? Al zou hij mij nu sokken en geld geven... Broer, maar jij bent net nog sokken... Iets verder, iets verder. Ik zoek money, ik zoek waar, ik zoek para, maak het niet... Harder, harder. Huh? Doe die ding harder, man. Kom me checken voor je hoodies of je sweaters. Het gaat lekker, beetje strekken. Ik pak YouTube money, daarna ga ik verder. Ik ga viraal, zoek die saap wat jij maakt. In een jaar maak ik mijn spellen. Ik zet Ara op de kaart en zet Para op mijn bank. Wit was money, die wordt blank. Wit was money, die wordt blank. Ja, genoeg. Ik zoek money, ik zoek... Vraag, wat wil je uit? Wat doe je? Nou jongens, we sparen die boetes niet. En voor geen idee? Ja, dames en heren. Jets! Die politieagent zei ook tegen vader, verzamel je ding ofzo. Hij heeft mij niks gevraagd. Ja man. Hij heeft niks tegen mij boys, maar je weet toch, ik ben ZZP'er. Je weet toch, ondernemer en shit. Ik heb geen bekeuring, alleen vader. Oh, nu ga ik politie opzoeken vanaf nu. Jetzo boys. Ola, weer vierde boete man. Maar wat betalen ze? Geen stress. Wauw. Geen stress. Ja toch boys. Ik ben ook aan het vloggen. Er zit wel een lens op. Hartstikke man. Ola, je hebt gefaald man, neef. Nou, ja toch boys, welkom bij nieuwe kanaal. Voilà, ey, Vulkan. Ey, Vulkan. Ey, Vulkan, besef, ze hebben eten gehad, maar niet voor ons. Genoeg. Jammer man. Maar nee, ik klim niet van Rusland sowieso man. Raaf, Ola, zonder schaamt u laat niet voor ons. Ey, boys, als deze video de 5000 likes haalt, gaan wij samen deze PlayStation 5 weggeven, toch? Bro, nu weet ik waarom Rusland... 5000, ja of nee? Ja. Met jou. Heb je nog wat te zeggen? Ik niet man. Wat dan? Nu weet ik wat Rucan in de avond doet met Tom. Hey Rafi. Rafi. Hey Vulkan. Jammer man. Nou jongens, mijn neef heeft weer een pizza besteld en hij wil niet dat ik hem film. Ik ben aan het eten bro. Maakt niet uit. Je filmt mij sowieso al dag nu probleem man. Ik ben aan het eten, dan ongemakkelijk. Bro, waarom zijn jullie zo gaar? Ja, maar dan is ongemakkelijk. Niet eens eten. Bro, je eet toch niet? Je hebt toch niks in je mond? Ik was van plan te gaan eten. Ja, maar nu, kijk, nu is het ongemakkelijk. Ik zo van. Hij is helemaal rood, hè. Ik ga nu expres inzoomen op jouw hoofd, zo. Helemaal inzoomen. Hé, hey, Benny, die kijkt. Nou, je hebt een pizza. Wat voor pizza is dit? Het is, augurk. Oh, oké, okay. Dankjewel. Maar ik ben nog stil. Je bars zijn killing, net als bij de morning after pill. Eerste keer met haar, ze zegt gelijk al dat ze verder wil. Het is een rare tijd, elke bitch vraagt naar mijn sterrenbeeld.